Hallo allemaal, leuk dat je allemaal weer kijkt. Mijn naam is Victor, achter de camera zit Gerard en wij zijn vandaag in Friesland aan het ladies rooien. Ladies. Ladies. Geen ladies. Ik zei toch ladies? Geen ladies. Nee, geen ladies. Ladies dus. Ladies rooien. Juist. Heel goed. Want deze machine is ook echt speciaal voor jullie gebouwd? Ja. Hij is eigenlijk 1,5 meter langer. Omdat wij hier dat afslagapparaat tussenin hebben zitten. Ja, ja. Dus normaal gesproken dan is je rooibek is de voorkant al. Dus dan, waar je afslagapparaat zit, daar staan normaal gesproken je voorwielen. Ja. Bij de ploeter aardappelrooi, zeg maar. En waarom heb je hem eigenlijk dan er tussenin hangen, plafond voorop? Nou, dan hebben we nou perfect zicht hebben op het bloembollen, komt het natuurlijk heel precies. Ja. Ladies die zijn best wel beworteld, zeg maar. Dus die zitten in pakketjes in de grond. Die willen heel slecht van elkaar af. Dan hebben we hier voorin die happen zitten. Ja. En die laat je een beetje meedraaien. En die zorgt eigenlijk dat het kleine brokjes worden. Dat zou ik die omhoog doen en niet laten draaien, zeg maar. Dan komt eigenlijk het hele bed ineens. Het hele bed komt zo naar achter toe. Ja. Probeer ze daar een beetje mee in stukjes te krijgen, zeg maar. Draai ook weer wat kan zeven en mooi los en de keeper komt. Ja. En wat kun je wel op het scherm maken, moet ik? Dit zijn alle kloppers en schudders die onder de rooimat zitten, zeg maar. Ja. Om te kloppen. Nou, hier kun je de snelheden van de rooimat weer aflezen. Afvoersnelheid. Hier kennen we nu heen. Dit zijn snelheid. En je appers, je verdeelband, tanken. In principe kun je alles wat je wil weten, kun je opzoeken. Kijk, wij hebben dat is wel grappig, een draaibare afvoer. En normaal hangt die altijd aan dezelfde kant. Die afvoerband, dan deze kan twee kanten op. Ja, precies. Okay, ja. Dus daarom kun je van één kant wegrooien. Dit is een vrij groot blokje, maar als je verschillende soortjes hebt, heel veel kleine partijtjes, dan is het wel makkelijk dat je van één kant af kan rooien. Het is helemaal een programma en dan draait hij hem zelf. Okay, kijk. Gaat hij naar de andere kant toe. Dus één druk op de knop. Net als nu zeg maar, zo lekker doorloopt. En dan rooi je gewoon op een normale dag 2 hectare eruit. Okay. Misschien heb je al opgemerkt dat er heel veel grond en die keepers meegaat naar huis. Wil je weten hoe deze grond weer terugkomt hierzo? Kijk vooral volgende week, want dan gaan wij een aflevering laten zien over hoe de leliespoelerij in elkaar zit. Vond je dit een bijzonder aangenaam filmpje? Geef het even een dikke duim en een reactie hieronder. Ik zou zeggen, tot volgende week. Wat is er nog meer een woord voor mooi, plezant, appetijtelijk, bijzonder, leuk? Lekker. Lekker. Vond je het ook een lekker filmpje? Vind je dit stukje van Victor ook altijd zo stom? Laat even in een reactie hieronder weten wat hij wel moet zeggen. Want het wordt best een beetje saai. Ja. Sorry Victor, het is gewoon zo.